inwoners van Gennep. Dit weekend is het paasweekend en dat is een weekend waarin we normaal gesproken elkaar opzoeken, veel contact met elkaar hebben binnenshuis, maar ook vaak naar buiten gaan, naar boulevards, naar grote bedrijven, natuurlijk ook de natuur in. Het is een weekend waar we jaarlijks naar uitzien. En juist al die leuke dingen die we gewoon zijn te doen, die kunnen dit jaar niet. We moeten echt heel goed oppassen op onszelf, op elkaar, om te zorgen dat het coronavirus niet verder verspreidt. En daarom doe ik een korte oproep in uw richting om vooral dit weekend zoveel mogelijk binnen te blijven. Zorg dat u zich heel goed houdt aan de afgesproken regels. Er zijn ook een groot aantal mensen die dit weekend niet thuis kunnen blijven, omdat zij werkzaam zijn in cruciale beroepen. Met name ook mensen die werkzaam zijn in de zorg. Laten we vooral ook even bij hen stilstaan, omdat die zorg op dit moment zo ontzettend belangrijk is. En het feit dat ze dat doen naast de zorgen die ze hebben voor hun eigen familie en hun eigen gezin, dat vraagt onze dankbaarheid. En ook het feit dat we daar aandacht aan besteden. Ik vraag u heel nadrukkelijk om de regels die ons zijn opgelegd door de deskundigen, om die strikt te volgen. Blijf op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Kom niet in grotere groepen bij elkaar. En probeer de regels ter voorkoming van verdere uitbreiding van corona strikt na te volgen. En op die manier kunnen we allemaal onze bijdrage leveren aan het oplossen van dit immense probleem. Ik wens u, ondanks alles, hele fijne paasdagen.